Hier in Parijs loopt vandaag de nieuwe Supreme trui. We hebben geprobeerd erin te kopen, maar zijn erin gefaald. Dus we gaan vandaag mensen interviewen die er wel een hebben kunnen bemachtigen. Can it be really difficult for you to get answers from people? Zouden dat heel graag, heel geheimzinnig. En het is heel moeilijk om bij dat selecte Supreme clubje te komen. I have friends that were just going, just went by when I was talking to you, right? And they were looking at me like, what are you doing and why are you talking to them? Het was heel moeilijk om die informatie te verkrijgen, want ten eerste liet de security ons niet filmen in de buurt van de winkel. Dus zijn we een paar straten verder gaan staan. En als we dan toch iemand te pakken kregen met een Supreme zakje, deed hij heel vaag over hoe dat je een trui kon kopen. It's a business that we don't want people to know. Oh ja. So it's a little circle of people and we don't really want everyone to come and continue to do our thing without telling people. What did you buy today? One box logo. Box logo. I bought the box logo. The box logo. I've got a box logo. The black and medium. Okay. And are you going to keep it? For yourself, are you going to resell it? Not this one, actually, this one is already sold. It's already sold? Yeah, this one is 158 and we sell it like 750. 750 euro, hè? 700, 800, yeah. J'ai acheté une veste à 300 euros, 368 euros, je l'ai revendu à 700 euros. That's why you buy Supreme. And what's the most money you've ever gotten from an item? 2500. Yeah. I sell shoes and clothes. Oh, just Supreme or Supreme and Off-White, Nike. As a student, it's better than working McDonald's. Oké, dat is true. Het principe is dus eigenlijk dat je moet pre-registreren op een site waarbij dat je dan op maandag een mail krijgt met een locatie. Op deze locatie moet je effectief nog in de rij gaan staan. En sign up, but you're not sure to be like 100% sure to be on the list. Dan mogen ze naar binnen, maar de catch is dat dan uiteindelijk nog verschillende uren zijn, dus dat je nog heel laat op de dag kunt als er eigenlijk bijna niets meer is. You have to be either a dropout or have no work, yeah, because it takes a lot of time.